Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Alfred Veldman van de gemeente Zomeren vertelt waarom u moet gaan stemmen. Burgemeester Veldman, 19 maart de verkiezingen. De hoeveelste verkiezingen zijn dat voor u? Nou, dat zou ik uit moeten rekenen hoeveel het voor mij zijn. Maar als je bedoelt in Zomeren, dan is het de vierde keer dat ik raadsverkiezingen meemaak. Hoe beleeft u de verkiezingen? Nou, ik vind het altijd spannend natuurlijk. Hè? Ik zie de spanning natuurlijk bij de politieke partijen in de weken na de verkiezingen toe. En ja, natuurlijk op de avond zelf, wat is de uitslag? Dat is natuurlijk ook heel interessant om te vernemen. En daarna gaan partijen onderhandelen, zodat ook duidelijk wordt van welke partijen de coalitie gaan vormen en welke partijen niet. Ja, we zitten nu in de campagnetijd. Wat merkt u ervan? Nou ja, wat een burger er ook van merkt, naar buiten toe. Je ziet natuurlijk allerlei affiches verschijnen. En daarnaast merk ik ook wel gewoon ook in de raadsvergaderingen, ook in het college, dat het allemaal af en toe een tikje hectischer is. En dat heeft alles met verkiezingskoorts te maken. Ja, de verschillen worden iets duidelijker. Of ze gaan in ieder geval verschillen gaan zoeken. Hè? Ze gaan meer profileren, de partijen. Ja, nou, op zich is daar niets mis mee. Je staat ergens voor en dat wil je natuurlijk ook laten merken aan de burgers. En ja, die profilering die zie je met name in verkiezingstijd wat heftiger. Ja, campagne voeren, dat mag alles? Nee, niet alles mag. We hebben duidelijke afspraken gemaakt, in ieder geval waar het openbaar gebied betreft. Waar bijvoorbeeld geplakt mag worden en waar niet geplakt mag worden. Vandaar dat wij ook borden neergezet hebben. Daar is de bedoeling dat je je verkiezingsaffiches op plakt en niet ergens anders. Ja, en toch zie ik overal affiches met mensen in de tuin en dat mag allemaal, of in de wei. Ja, het particuliere grond mag dat natuurlijk. Dat is niet verboden, maar je mag niet zomaar in het openbaar gebied iets neerzetten. Buiten de plaatsen die we afgesproken hebben, dus de borden. Flyeren mag. Je mag ze zelf uit een vliegtuig gooien. Dat zou mogen, denk ik. Alleen ik denk dat je wel verantwoordelijk moet zijn voor wellicht de rommel die je dan veroorzaakt. Hè? Ja. Dat daar ligt natuurlijk ook altijd de verantwoordelijkheid voor degene die het doet. Ja, het moet allemaal in een paar weken gebeuren terwijl het carnaval tussendoor komt. Dat zou een pre kunnen zijn. Dat is een mooie combinatie, hè? Zeg ik dan wel eens met een knipoog. Ja, dat is vaker voorgekomen natuurlijk. Hè? Want ja, carnaval en verkiezingen is meestal dezelfde tijd, één keer in de vier jaar. En veel mensen zijn nu ook met carnaval bezig, maar ook veel mensen zijn natuurlijk nu al nadrukkelijk met de verkiezingen bezig. En ik hoop ook dat bezig zijn met de verkiezingen, dat het niet alleen blijft bij de politieke partijen, maar dat mensen die in Zomeren mogen stemmen, dat die zich er ook mee bezig gaan houden. Hè? Want we hebben hier een fantastische samenleving in Zomeren met z'n allen opgebouwd. Dat hebben we met z'n allen gedaan en ik vind ook dat we met z'n allen verantwoordelijkheid daarvoor hebben. Ja. Daarvoor kies je een gemeenteraad, maar ook een gemeenteraad moet gevoed worden. Die moet het gevoel hebben dat ze gesteund worden. Hè? We zijn een land waar gekozen mag en kan worden. Er zijn heel veel landen in de wereld waar het niet zo is. En vind ik het ook jouw verantwoordelijkheid, als je dat recht hebt, om dat uit te oefenen. En zo ook te zorgen dat de mensen die hier in de raadzaal zitten en besluiten nemen, dat ze zich ook gesteund voelen door de bevolking. Dat die ook merken van nou, wat wij doen is goed of wat we doen is niet goed. Ja, we gaan dus voor een hoge opkomst. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Eigenlijk vind ik het, een burgerplicht eigenlijk. Je mag stemmen in dit land en dat je ook gaat stemmen. Er kan altijd een situatie zijn waardoor het wellicht niet mogelijk is. Maar je kunt ook iemand anders machtigen om jouw stem uit te brengen. Ja. De tijden zijn ook verruimd. Het begint eerder dan vroeger en het eindigt later. Dus er is meer tijd om te stemmen. Dus het is een heel nadrukkelijke oproep van maak gebruik van je recht om te stemmen. Ja, en je mag stemmen waar je wil. Stembureau maakt niet uit. Ja, je mag in het zomer mag je op verschillende plaatsen mag je stemmen. Je hebt je pas bij je. Ja. Ja, dan begint het morgens vroeger om 7 uur. Voor de burgemeester, je krijgt ruim de tijd om te stemmen. Ja, dat klopt. Je kunt dus morgens voor je werk al gaan stemmen. En je kunt tot 's avonds 9 uur kun je naar het stembureau toe. Ja, en met het rode potlood. Ja, nog steeds. Ik hoop dat men op landelijk niveau een snelle besluit neemt om weer terug te gaan naar de stemmachines. En ik heb ook de indruk dat dat weer gaat gebeuren in de toekomst. Dat zou veel plezieriger zijn. Het werkt veel makkelijker. Ja, zeker voor de bekendmaking van de uitslag, want nu moeten we wachten. Ja, maar goed, daar gaan we natuurlijk ook een gezellige avond van maken. Dat is, overigens, iedereen is welkom in het gemeentehuis op de avond van de verkiezingen. Vanaf 8:30 ongeveer zijn we hier aanwezig. Je kunt hier ook televisie kijken, maar we zullen ook de plekken, zullen we de uitslagen van de stembureaus zullen we bekendmaken. Zodat op het eind van de avond je een leuke avond hebt gehad. Dat hoop ik tenminste voor de meesten. En dat het ook een avond is geweest, aangenaam daar te zijn en aangenaam om te horen van hoe de verkiezingen eigenlijk op de stembureaus verlopen zijn. Ja, dus je uitslagen druppelen dan binnen en iedere keer per stembureau.
Ja. Komt er langs van. Ze komen per stembureau binnen en we zullen ze per stembureau invoeren, zodat je steeds ziet van wat de mogelijke verschuivingen daarin zijn. En we zullen die avond ook interviews afnemen. Ik zal die avond zelf presenteren in het gemeentehuis. Ook interviews met mensen die hier aanwezig zijn, om op die manier een leuke avond van te maken. Ja, het kan leuk worden als de uitslagen van zomerrijden en zomereind op zich laten wachten. Dan regent iedereen zich rijk. Ja, wellicht. Ik weet niet precies hoe er gestemd gaat worden natuurlijk. Hè. Maar uiteraard, op de stembureaus is in het verleden vaak geweest dat er heel veel op dezelfde partij gestemd werd. Hè. We zullen nu zien hoe het allemaal gaat. Maar we proberen die avond zo op te bouwen dat er ook een leuk spanningselement in zit. Ja, moet er nu extra ingezet worden op Lierop? Wel een stembureau, maar geen partij? Bang dat er mensen daar weg blijven? Nou, er is wel een stembureau en ik neem aan dat meneer Lierop gewoon ook gaat stemmen. Er zijn 6 partijen die meedoen aan de verkiezingen. Dus keus genoeg, zou ik zeggen. En het is met name ook die oproep om mensen, ga nou naar het stembureau, ook jongeren. Ik heb ook alle jongeren die voor de eerste keer nu gaan stemmen, krijgen allemaal een brief van mij. Persoonlijke brief waarin ik hen oproep om te gaan stemmen. Ik snap dat voor jongeren vaak de ver van een bedshow is, dat het soms wat diffuus is van wat houdt het allemaal in. Ik heb geprobeerd wat voorbeelden te noemen in die brief. En ik zeg ook tegen hen van, je moet er niet van uitgaan dat jij 100% zeker weet van dat is mijn partij. Hè? Als je kijkt een beetje naar het programma, je kijkt een beetje naar de mensen. En als je het gevoel hebt de eerste keer van, nou, dat is mijn partij wel, dan stem je daarop. Ja, de komende tijd zijn er wat politieke forumavonden ook de moeite waard om te gaan bekijken. Nou, dat is een avond door jullie belegd hier in het gemeentehuis. Dat is een wat meer besloten avond. Daarna de ondernemersvereniging belegt ook nog een avond. Echt veel openbare avonden zoals je die vroeger had. Die zijn er bijna niet meer natuurlijk. Ja. Hè. Je kunt nu ook via de sites van de politieke partijen informatie op doen. In de krant hebben we dat nodig gestaan. Op onze website komt een deze dagen een heel leuk instructief filmpje. Dat kun je aanklikken en dan kun je heel goed zien waar het eigenlijk binnen een gemeente om gaat. Want het zijn heel vaak dingen die heel erg met je eigen leefomgeving te maken hebben. Hè? Van hoe wordt je leefomgeving ingericht? Hoe leggen wij wegen aan? Waar komen pleinen? Waar gaan de subsidies naartoe? Wat doen wij extra in de zorg? Wat doen we met armoedebeleid? Dat zijn allemaal dingen die de mensen in zomer raken. En daarom is het ook zo belangrijk dat de mensen in zomer ook komen stemmen. Ja, ik kijk er naar uit. Ja, ik vind het altijd een hele interessante tijd. Ik zie de spanning natuurlijk, die is bij mij als beroemde burgemeester wat minder natuurlijk. Hè. Maar ik zie de spanning wel, maar het is ook altijd een leuke tijd. En toen ik dat zelf ook meegemaakt heb in de politiek, heb ik het ook altijd al als heel plezierig ervaren. Burgemeester, mensen moeten stemmen, maar dat kunnen ze ook doen aan de hand van wat er allemaal afgelopen zeg maar 4 jaar gebeurd is. Dan weten ze waarvoor ze gaan stemmen. Nou, ik denk als je inderdaad 4 jaar teruggaat in de zomerse geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat er in die 4 jaar ook heel veel gebeurd is, hè. We hebben veel gedaan aan wegen, aan pleinen, aan rotondes. In het einde is een nieuwe einder nu bijna afgerond. De Bund is ook verbouwd. In Lierop is er bijgebouwd bij de Veurheid. Zo zijn er allerlei dingen te noemen waar we toch de afgelopen 4 jaar mee bezig zijn geweest. Rotondes, dus, sportparken? Ja, rotondes, sportparken in ieder geval. Hè. De kunstgrasvelden zijn ook aangelegd. Er zijn veel dingen gewoon gebeurd die de mensen in de zomerse samenleving raken. En nou, als je daar ook jouw setje over wilt doen, als je daar ook bij betrokken wilt raken, dan ga stemmen en volg de politiek.